Hoi, disclaimer. Toen deze video werd opgenomen waren de richtlijnen van nu nog niet van kracht. Evenementen met 100 personen waren afgelast en 1,5 meter afstand houden was slechts een advies. In de afgelopen week is er heel veel gebeurd natuurlijk. Houd dat alsjeblieft in gedachten. Was je handen, dan zal ik jullie niet langer laten wachten. Joe. Vertel even je val, Gabriel. Vandaag is het coronacriterium aan de beurt. En ondanks dat de naam criterium is, is het eigenlijk een omnium. We gaan zo meteen beginnen met 2 keirinnen. Ja, het is echt een strak programma, ik heb het uitgetekend. Hey mensen en welkom bij de vlog over het coronacriterium. Ja, het coronacriterium, dat is niks officieels. Maar dankzij het coronavirus gaan alle wedstrijden de komende tijd niet door. En een aantal vrienden van me en ik die balen daar enorm van. Dus hebben we zelf een wedstrijdje bedacht. Het is een omniumpje bij de roeibaan in Zevenhuizen. Hier 20 kilometer vandaan ongeveer van waar ik woon. En noemen we wat keirinnetjes en een aantal criteriumpjes. En ik dacht best leuk om daar een video over te maken. Dus bij deze, geniet van het enige echte coronacriterium. Allemaal, het was echt top allemaal jongens. Echt. Het was jammer dat het op de club nou niet doorgaat, maar ja. Het is logisch. Het is logisch. Je kan dit niet zomaar door laten gaan. Nee, precies. Dus het is ook... Overal alles ligt stil en dan zou je hier op de club hier met nee. Meer 100 man, want dan komen er altijd meer dan 100. Ja, maar dat is ook... Kijk, wij gaan er nu racen, zeg maar, voor de grap. Ja. Maar dat is niet als een soort protest tegen wat er allemaal gebeurt. Want wat er gebeurt is logisch en is goed. En ik hou me ook heel erg aan de richtlijnen. Alleen, het is wel leuk om ook een beetje intensiteit in je trainingen te kunnen doen. Ja, klopt. Ja. Perfect gaan. Ja, perfect. Wil je me nog succes wensen voor het coronacriterium? Jij op zeker succes. Voor jou minimaal. Alles wat je maakt, het is super. En het idee al wat je doet, dit is al gewoon super. het idee. Thanks, Herman. Fuck up, boys. Hey. Arjan Boshoven. De nu al gedoopte winnaar van het coronacriterium. Veel focus op het coronacriterium. En ik ga alleen maar voor de winst, niks anders. Ik ga iedereen kapot rijden, vanaf moment 1 in de aanval. Ah, wordt koers jongen. Jongens, zo heb je meer stabiliteit. Zo heb je veel meer stabiliteit. Jullie doen lijp, Leonardo. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed jongen, wel een beetje afgezien toen ik hierheen moest rijden van tegenwind. Oké. Okay. Maar ja, het is niet anders. Wat je? Nee, je had helemaal geen tegenwind. Ik had wel tegenwind. Jij had geen tegenwind. Nee, ik zie die vlekken niet op mijn broek zitten. Hey Arjan, als je vanaf het westen komt, had je geen tegenwind toch? Schuim tegen. Huh? Hoe de fuck rijd je hard? Hey, ben je vergeten die elf eraf te halen? Ja, de elf! Die zit nog gewoon op. Hij is helemaal verneukt gewoon. Je mag op je elf, maar dan moet je ook heel de tijd op je elf rijden. Teun, doe eens een wheelie. Moet ik echt proberen wat aanlopen. Ja. Je wiel kan aanlopen. Waar gaat hij helemaal heen? George, you better not.
Vandaag zou ik naar België gaan, ja, afgelopen. Ja, waar zou je rijden? Stekenen. Ja, wij ook. Echt iedereen zou daar rijden. We gaan gewoon lekker trainingskoers bij de Mol rijden, jongens. Ja, wanker. Hey. Hey. Tom, de winnaar van het enige echte coronacriterium. Ja, ja. Wat is je eerste reactie? Ja, altijd mooi natuurlijk om te winnen. Zeker als je ook nog eens organisator bent. Dus zeg maar, je eigen race in is altijd leuk. Hij zat het punt bedacht. Hier vlakbij nog gewoon een tijdje. Dus hier op dit parcours winnen, dat doet me veel. Ik word er emotioneel van. Het is te zien aan die grote lach op je gezicht. Ja, ja. Ja, heel blij mee. De eerste wedstrijd winnen is toch gewoon goed voor het hele seizoen. Dus dat geeft heel vertrouwen. Je rijdt nu bij Novo Nordisk. Wat wordt je eerste wedstrijd van het seizoen? Ja, dat moet ik nog even kijken. De eerste wedstrijdperiode is in mei. Zit ik wel met mijn examens. Dus ja, moet ik even kijken welke dat precies gaat worden. Hoe het met mijn examens valt. Maar sowieso augustus, de hele periode gaan we rijden. Dus het wordt een mooi seizoen. Blijf thuis, corona, pas op voor oma.